Guys, wij gaan lekker zwemmen en ik heb echt zo'n heerlijke, luchtig jurkje aan over mijn bikini. En we gaan nu lekker zwemmen. Ik heb een heel druk shirt aan. Wat heb jij aan? Laat het daarover hebben. Wat is dat voor, wat is dat voor een nieuwe stilo? En waarom heb ik een mondkapje al binnen? Het is echt geweldig dit. Ze hebben aan het zwembad gewoon Starbucks. En ik heb mijn cappuccino besteld met amandelmelk. Oh, ik ben zo happy. Een hele goede morgen guys, of alweer avond. Wij zijn hier namelijk in Dubai. Wij zijn gisternacht in Dubai aangekomen. En toen zijn we eigenlijk gewoon gelijk gaan slapen. We hebben nog wel even roomservice besteld. We hebben salade besteld. Dat was echt super lekker. Guys, we zijn al begonnen met eten. Maar we hebben lekker midden in de nacht Caesar salad besteld. Kijk, echt heerlijk. Vind je hem lekker, Nes? Mm. In Arabische landen serveren ze altijd alleen Pepsi. En I love it. Wel goed uitspreken, hè? Pepsi. Pepsi. En daarna zijn we gewoon echt knock-out gegaan. We zijn vanochtend wakker geworden. Lekker ontbeten. We hebben gesport. Dat doe ik echt gewoon letterlijk nooit op vakantie. Maar ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga op vakantie gewoon dit keer gewoon elke dag meesporten met Nessie. En het handige eraan is eigenlijk dat Nessie gewoon altijd sport. Dus eigenlijk moet ik gewoon meesporten met hem en dan komt het wel goed. Na sport hebben we even het hotel verkend. En toen zijn we gewoon lekker gaan zwemmen. Douchen, we hebben ons klaargemaakt en we gaan nu eigenlijk richting Dubai Mall. Dat was het eigenlijk een beetje. Ik laat je even mijn outfit zien. Alleen, ik heb een klein probleempje, want ja, mijn string schijnt letterlijk door en ik wil niet zo door de Dubai Mall lopen. Ik moet even gaan kijken of ik iets anders heb in mijn koffer. En anders moet het toch een andere outfit worden. En ik vind het echt heel erg jammer, want ja, ik vind het echt een heel leuk jurk. Ik laat je het even zien. Nessie is hier trouwens aan het chillen. Wacht op mij tot ik klaar ben. Ik ook. Voordat ik mijn outfit ga showen, wil ik jullie even deze troep al laten zien. Gelukkig heb ik al een roomtour gefilmd, want ik weet, we houden dingen gewoon niet netjes. Kijk maar. De roomtour komt nu. Dus ik ga jullie even een roomtour geven. In onze hotelkamer. Dit is onze hotelkamer. Nessie zit daar al. Dit is ons bed. Echt een heel fijn bed, want we hebben hier al een nachtje geslapen, alleen we hadden een verkeerde kamer. Maar het bed is echt, echt heel chill. Heb hier zo'n bankje, bureau, een tv, hoi. Yo, ik flikker bijna. En, dit is de view, laat maar zien, Nes. De balcony. Yes. En de sea view. Yes. En as you can see, oh, wow. The view is beautiful. Heel mooi. Okay. Wij hebben dus uitzicht op de zee. Ja. Echt heel mooi. En je hebt ook uitzicht op het zwembad, maar wij vinden dit dus mooier. En dan kan je in de avond hier lekker chillen. Kijk hoe schattig het hoekje. Het is heel koud is, man. Dit is dus ons bed en dan kijk je gewoon zo recht in het bad. De badkamer in. Let's go! Twee wastafels, heel chill. Ik zie er niet uit vandaag. Wat wil je laten zien? Wc. En je kan je kont wassen, hè? De badkamer. De badkamer met shower van de roof. En de bad. En dit doet me echt een beetje aan Bali denken. I love it. Is het hout terug, hè? Echt. Nee. Ik had gisteren dus een story geplaatst met mijn douche. En toen zeiden mensen, oh mijn god, ben je in Bali? Beautiful. Kijk hoe cute mijn jurk is. Echt niet normaal. Zo ziet het misschien een beetje beter. Ik heb niet echt een heel duidelijke spiegel, maar ik heb dus echt zo'n maxi jurkje, echt met heel leuke details. Ga ik zo even filmen voor jullie. En met mijn nieuwe slippers van het merk Jacquemus. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik heb dus deze slippers gekocht. Vervolgens zijn ze echt heel erg leuk en dat had ik dus op de website helemaal niet gezien. En het hakje is helemaal geweldig, maar kijk één keer de achterkant. Zo hoort het dus wel, hij is niet te groot, maar hij steekt een beetje zo naar achter uit. Maar goed, ik heb lekker slippers met hakken en daar ging het dan. Ik ben er heel happy mee. En kijk, dit zijn dus de details van mijn jurk. Zo zie je het wat beter van dichtbij. Kijk hoe cute. I love it so much. En, oh, ik heb geen mondkapje op inderdaad. Heb je hem bij? Ja, we zijn eindelijk ready. We gaan richting Dubai Mall. Zoals je ziet, mondkapje is hier ook verplicht. En ik heb helaas een andere outfit aan. Het mocht niet baten. Oké, okay, zij zitten inmiddels in de taxi.
Waar gaan we Ian doen? Zullen we naar de Cheesecake Factory? Ja, ik wil het zeggen, Cheesecake Factory. Gewoon simpel, lekker en je kan daar ook heel gezond eten. Helemaal top. Ik heb een cola zero besteld. Kijk, één keer heel groot. Kijk, mijn hand ernaast. Kijk, je moet met twee handen vasthouden. Oh my god, hou eens vast. Kijk naast mijn hoofd. Nou guys, dit is mijn salade. Ik heb chicken avocado salade. Sweet potato fries. Griekse salade. Asperges. En Nes, wat heb jij? Chicken en rijst en nog iets. Lekker man. Nes heeft een soort van chili met chicken. Oh ja. Yes. Ik smakelijk. Echt heel lekker. De aardige frietjes zijn ook echt super lekker. En met salade, niet normaal. Heb je ook ja? Ja. Ja? Dus wij zitten nu bij Hoeka. Eindelijk. Mensen wel vaak shisha roken. Echt een tering lange rij. Eindelijk aan de beurt na een uurtje. En ja, ik ga een shisha bestellen. Ik ga dit bestellen, ik laat jullie even zien. Ik wil al heel lang bestellen in Dubai. Kijk, dus dit drankje is karak tea. Nou guys, dit ruikt echt zo lekker. Niet normaal. Moet dit van mij proeven. Ik ben hier dus wel mee opgevoed, maar Nessie niet. Ik ben heel benieuwd. En dan moet je zeggen waar het naar smaakt, ja? Goed, wel lekker. Echt? Lekker eten en drinken overal. Lekker. Eten en drinken. Nou, ik vond hier best wel tegenvallen qua service. Oh. En ik heb elke keer koude thee. We hebben er niet over. Dus de wijn gaat lekker weg. Guys, wij zitten eindelijk weer in de taxi. Dubai Mall sluit om 12 uur en we waren stift om 12 uur weggegaan. Yeah. Toen moesten we echt een enorme rij gaan staan voor de taxi natuurlijk, want iedereen ging dan weg. Het heeft echt mega lang geduurd, echt niet normaal. En we zijn eindelijk de taxi, we zijn fucking blij. En fucking moe. Moe, mijn voeten zijn gesloopt. We hebben echt zoveel gelopen. Ik heb zeker de 10.000 stappen vandaag gehaald. Zeker. We zijn nog naar de supermarkt geweest trouwens. Ik laat jullie wel even straks zien wat ik allemaal heb gehaald. We hebben echt heel lekkere dingetjes gehaald. We hebben lekker gegeten vandaag, hè? Ja, heel lekker gegeten. En gezond. Dat maakt mijn dag echt goed. Maar, hoe heet het nou? Waar we als laatst waren met die shisha. Oh, Hoeka. Hoeka? Oh, zo achteruit gegaan. We waren daar 2 jaar terug. Super goede service, super lekker, bla bla bla. Maar dit was gewoon echt nooit meer gewoon. Nee, echt niet. We zijn eindelijk op hotelkamer. Ik dacht, ik laat jullie even zien wat wij hebben gescoord bij de supermarkt. Voor de komende dagen. Super handig. Ik heb namelijk allemaal healthy dingetjes gehaald. Zodat ik gewoon lekker gezond kan eten. Ik heb van die mini komkommertjes gehaald. En ik weet niet of jullie deze versie van komkommertjes kennen. We hebben daar een speciale naam voor, maar ik weet niet hoe je het in het Nederlands noemt. Ik weet niet of jullie deze kennen, maar het zijn ook een soort van komkommers. Echt heel erg lekker. Dan heel veel fruit eigenlijk. We hebben druiven. Mensen meer vitaminewater. We hebben rijstwafels. Ik heb deze rijstwafels gescoord. Met sun-dried tomato. En deze zijn volkoren. We hebben weer van die natuurlijke snoepjes gehaald. We hebben aardbeien. En dit voelt helemaal geweldig. Jongens, ze hebben hier kersen. Oh my god.
Ik heb hier echt al zo lang zin in. Ik zeg al eeuwen tegen Nessim, ik heb zo erg zin in kersen. Nessim heeft kip gehaald. Tandpasta. We hebben van die dadelballetjes gehaald. Echt super lekker. Zonder toegevoegde suikers. We hebben proteïnerepen voor Nessim en nakedrepen voor mij. Hummus. Daar kan ik lekker mijn komkommertjes in dippen. Nog meer kip. Rijstwafels met chocola voor Nes. Nog meer druiven. Dat moet ik even zo doen. Nes heeft grapefruit gehaald met dragonfruit. Ik ben hier niet zo van. En nog een vegetarische salade met zoete aardappel en walnoten. En boerenkool volgens mij. Hebben we hier nog lekker olijven. En in deze bak zit weer een salade voor mij. My fave. Dus ik heb gewoon tabbouleh gehaald in de supermarkt. I can't. Ik heb hier zoveel zin in. Ik ga het gelijk in de koelkast doen voor morgen. De rest, ik heb het overleefd in deze slippers. We hebben echt letterlijk 5 uur lang gelopen. Ze waren echt heel erg chill. Maar tegen het einde aan kreeg ik toch een blaar. Maar ik ben echt alsnog heel happy met deze. Want... je kan er echt dus blijkbaar 5 uur lang op lopen.